Bosveld. Het is de routine dat hij daar een vrije schop uithaalt bij Heinrich. Elmander komt voor Kalou. Jongens weet, Elmander, die hier in het begin in het geheel niet leek te slagen, maar geleidelijk aan zijn waarde begint te bewijzen. En de routine van Bosveld ten opzichte van Heinrich, die toch ook niet net kon kijken, levert Feyenoord zo de vrije schop op. Guillaume van Oudon, Thomasson. Leonardo. Mooie voorzet Leonardo. Van Hooijdonk gaat neer, maar dat is natuurlijk niks. En wel is het een hoekschop, maar die wordt niet gegeven. Er blijkt gefloten tegen Van Hooijdonk wegens duwen. Addo. Raza en de bal nog via de tegenstander, via Evan Nielsen. Afkomstig uit de DDR weet Sammer ongetwijfeld nog wel een goede opticien. Onno. Onno moet afrekenen met Evan Nielsen. Bal is achter. Borussia gelooft er nog in een gelijkmaker. Addo. Ghanese international, geboren in Hamburg. En een misverstand met Rosicki. Van Hooijdonk. Prima paas was dat van Leonardo. Van Hooijdonk en Wurms. Even lucht voor Feyenoord. Wonder haalt tekst bij Van Marwijk. Achter de bal voor de vrije schop is Bosveld. Van Hooijdonk. Geraakt zonder de bal te spelen. Het spel mag door en Bosveld. Via Dede. Duel tussen Wurms en Van Hooijdonk gaat voorbij als Thomasson de bal krijgt. Tweede corner Feyenoord. Van Hooijdonk. Koller verlengd. Raza. Leonardo. Raza. Thomasson. Afhouden. Wurms.
Zo is het dus een vrije schop voor Feyenoord dat met 3-2 voor staat. Onno. Had beter anders gekund. Bosveld. Bobbelt nog wat na met Koller terwijl het spel doorgaat. En Guillaume inkomt op Amoroso. Het is een vrije schop voor Borussia Dortmund. Amoroso heeft de uitleg van de scheidsrechter begrepen. Hier is Dede. Van Wonderen. Bosveld. Van Hooijdonk ziet Thomasson. Reuter is snel genoeg. Kolom. Goed mee verdedigd Leonardo. Addo. Leonardo van Hooijdonk. Bosveld. Feyenoord moet zich lanceren vanaf eigen helft. Doet dat goed door de ruimte te zoeken bij Guillaume. Voor hem is Elmander. Het is geen buitenspel. Nee, zeker niet. Bosveld wil wel, maar krijgt de bal niet lekker mee. En dan gaat het veld door. Rosicki. Guillaume. Koller. Raza. Het spel mag door. Leonardo moet dan op zijn tellen passen. Met Addo. Die krijgt een vrije schop tegen. En dit is nog eens heel even terug. Bosveld en Wurns. Vrije schop na dit moment is genomen. Power realiseert zich dat avonturen dicht bij het eigen strafschopgebied niet wenselijk zijn. Bosveld van Hooijdonk. Elmander. Dede lag in de derde na het duel tussen Elmander en Wurms. Rosicki. Onno laat zien dat hij ook van Wanten weet. In het vervolg buitenspel. Elmander. Maar Onno heeft in dit seizoen bij Feyenoord heel geleidelijk en meestal heel stilletjes veel geleerd. En daarmee ook Feyenoord veel teruggegeven. Leeman. Wurns. Leonardo. Naast Van Marwijk staat Ferry de Haan klaar. De wissel komt nu. Onno mag plaatsmaken voor Ferry de Haan. Ferry de Haan die ongetwijfeld, met name in de duels met Koller, de zaak in de slotfase zal moeten dichthouden. Het eerste duel is hier al. En daarin begaat de Haan een overtreding en krijgt hij meteen geel. Zijn eerste de beste actie. Koller was voorbij, dan kwam de overtreding van achter. En dan is het de rest van het verhaal overduidelijk. Met een gevaarlijke situatie daardoor veroorzaakt.